It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here now, I hear you calling out, I hear you calling out for love. Een hele goede middag, lieve vrienden. Welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, en onze kleine meid staat weer bij me. Hé, ja. Het is vandaag alweer reeds dinsdag, de 22e oktober. En we leven om 12 uur 43. Dus ja, Erwin, die kan ook alweer zo komen. En ik moet eigenlijk de meisjes ook nog uitlaten. Ze zijn nog wel in de tuin geweest. Want Elwing die heeft buiten gepoept en de moek. Proberen op te ruimen voordat Erwin komt. Dus, grote boodschap heeft zij al gedaan. Rijka weet niet, want die heeft kleinere keuteltjes. Die doet het nog wel in de hoekjes, in de gaatjes. Dat zie je bijna niet. Dus ja, dat dus. En ja, het is vandaag dus dinsdag, zoals ik al zei. En vanmiddag zou ik ook weer naar Marianne toe. Met kaart leggen. Maar die moest natuurlijk eerst weer, zoals gewoonlijk, maak ze weer dubbele afspraken. Want mij had ze in de agenda gezet. Maar moet ze ook weer naar de pedicure of weet ik veel wat. Hallo, doe dat op een andere dag. Ja, of doe dat in de ochtend of weet ik veel wat, maar niet in de middag. Want dan kom ik. Dus dan wordt het weer later. En daar baal ik zo van. Ik wil dat eerder, weet je, maar ja. Even een uur of twee, half drie en niet pas na vier, dat je dan om half vijf pas begint of zo. Ja, dat dus. Maar ja, in ieder geval. Ik weet ook niet waarom ze dat doet. Maar ik weet wel wat ik ga doen en dat is nou eventjes de keuteltjes van Elwing opruimen voordat Erwin komt. En ik wens jullie heel veel kijkplezier op mijn YouTube-kanaal. En geniet allemaal van het prachtige mooie weer. Het is wel ook bewolkt daarop. Daar, ja, daar een klein beetje, daar meer. Ja. Kan er ook niks aan doen, ik zie daar meer blauwe lucht. Hier en daar komt er wel een wolkje, maar daar zijn meer wolken. Ja. Ik kan er even tegenin kijken. Dus, maar oké, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Doei, doei. En die ligt zo lekker en die komt er ook maar bij. Die is net lekker een hele tijd buiten geweest. Hé, ja. En daar ligt Kanneloffie te slapen. Ja, en ik ga nog maar een bakje koffie maken, want wachten duurt lang. Ja, natuurlijk is Erwin al lang al geweest. Ik heb de meiden al uitgelaten, maar ik ga nou een bakje koffie doen, want inderdaad, wacht, het duurt lang totdat je een melding krijgt van ik ben thuis, je kan komen. Ja, dat dus. Dus ja, dan maar even thuis nog een bakje koffie doen. Zo. En dan gaan we even, ja, ik zit op Facebook even te harnissen. En ja, we hadden gisteren massaal. Met een heleboel mensen een echte Zwarte Pietenplaatje rondgestuurd op Facebook. Expres, om te kijken hoe lang dat plaatje bleef staan. Hij heeft wel best lang gestaan, maar ze hebben hem dus wel weggehaald. Maar we hebben er geen straf voor gekregen. Nee, want ik kan gewoon weer dingen plaatsen. Ik heb er nou een schermafbeelding ervan gemaakt. Dat is momenteel niet beschikbaar en dit gebeurt doorgaans dat de eigenaar, nou nee, ik heb hem niet verstopt of wat dan ook, maar hij is gewoon weggehaald door Facebook. Dat is, ja, wel grappig. We hebben geen straf gekregen. Nee, maar wij proberen gewoon de boel weer terug te krijgen, zo simpel. Ze hebben er vanaf te blijven. Laten ze opstouten, laten ze dat diegene die op Zwarte Piet tegen zijn, die eerst eens even na laten kijken.
en vooral die vrouw, ik noem geen naam, ik zeg maar een vrouw, en dan weten jullie donders goed wie ik bedoel, die is vroeger ooit zelf Zwarte Piet geweest. Hij heeft ervoor gespeeld. En ze draagt het nou nog, die grote oorbellen en een gekleurd sjaaltje op haar hoofd. Hoe dan? Ze gaat gewoon even goed door als een, nou ja, als een Zwarte Piet gekleed zijnde vrouw met zo'n hoofddeksel op. Ze is altijd Zwarte Piet geweest vroeger. En dat vond ze nog leuk ook. Dus ja, ik weet niet wat dat mens mankeert. Maar er is ook nog één man, die is er ook op tegen. En hoe die heet, dat weet ik inderdaad echt ook niet eens. Maar laat jullie nakijken. In Suriname, geloof ik dat het is, zijn de mensen nog altijd Zwarte Piet. En hier ook, in een dorp, gemeente, weet ik veel, het is geen stad. Annapolona heet dat. En dat heb ik vandaag gehoord van mijn begeleider, Erwin. Daar komen ze ook gewoon nog als een echte Zwarte Piet. Dus niet een blank of gevlekt of weet ik veel wat. Nee, ze zijn gewoon helemaal zwart gesminkt. Dan zijn ze niet te herkennen voor de kinderen. Ja, ik vind het zo bizar. Blijf van onze dingen af, ja. Wij blijven van jullie dingen af, blijven jullie van onze dingen af. Stel dat je achterlijke meloten. Kom op zeg. Wat moet draadjes los daar van binnen. Allemaal draadjes los. Laat jullie nakijken. Ja, yeah. Kan er zo kwaad om worden. Hé, hey, ja, het zijn onze tradities, je kerel. Jij, man. Jij, mijn mannetje. Je lief, hè. Jo. Maar in ieder geval, ik ga eventjes verder en dan... Ja, ik zit te wachten op een berichtje van Marianne, maar het zal wel weer een watertje worden. Ja, dat dus. Dus ik zou zeggen, geniet gewoon en geniet een beetje mee. Doei! Ja, lieve vrienden, Marianne die heeft al gebeld dat ze in aantocht was en ik zag net alweer een appje, dus ja. Ik ga richting de zomer eerst even wat lekkers voor bij de koffie halen, dat doet zij ook, dus ja, doe ik het ook maar. En dan gaan we naar Marianne gezellig toe en ik heb mijn kaartspel ook mee. Dus ja, komt helemaal goed. Misschien doen we hem daar ook wel even mee, ik weet het niet wat ze wil. Kijk, normaal is het zo, als we bij haar zijn met haar kaarten, zijn we hier met mijn kaarten. Ja, zo doen we dat. Maar in ieder geval, ik neem jullie mee en we gaan heel eventjes natuurlijk. Kijken hoe en wat het met Marianne gaat. Ja, dus ze zeggen geniet ze en geniet een beetje mee. Doei doei. Kijk eens wie er is. Wat zit ze met de gek? Hoi schat. Nou, hoi schat, is met jou ook goed? Ja hoor. Ja, het is gewoon maar leuk. Maar we zijn net binnen. Ja. We gaan altijd eerst even leuten. Ja, we doen eerst even een bakkie, hè? Oh. En dan gaan we even een kaartje leggen. Ja. Kijken hoe de engelen ervoor staan. Oké. Gaat het verder met je? Ja. Moet, hè? Okay. Ja, dat moet. Ja. Ja. Dus. Nou goed, hey, ik hang je even op, want ik krijg een telefoontje binnen. Ik was. Ja, okay. Ik zie je weer. Oké. Okay. Ja. Doei. Nou, lieve vrienden, ik kom net bij Marianne weg. Maar bij Marianne uit haar keuken vandaan kan je dit dus zien. En dat heeft al met een lichtshow te maken. Wat, zover ik uit mijn hoofd weet, 25 oktober begint. Ja. Dus ja, helemaal leuk, helemaal leuk. Het is allemaal ook op stroom zoals jullie zien. Want ook de snoeren die lopen door het gras heen en op die tegels. Dus ja, was verlicht eruit gekomen. Ik kan niet weten. En ze zal het ook nog wel niet doen. Nee, dat denk ik nog niet, maar dat komt nog wel.
En dan weet ik ook al waarom dat gekke ding bij ons in het gras bij de Mosterdbrug staat. Aha! Ik zat al te denken, waarom staat het daar? Ja, nou weet ik dat. Ja, daar zit hekwerk omheen en dat is, ja, stroomvoorziening. Ja, kijk, dat kan allemaal wel, hè. Ja, wij moeten bezuinigen, maar de lichtshow die gaat wel door. Dat dus. Ja, lieve vrienden, we staan nu op de Mosterdbrug. Ja. En daar, dat hokje waar ik het net over had, daar staat in dat hokje van die hekken, staat daar een oranje bak met stroomactiviteiten daarin. Ja, dat zie ik wel aan het handje met dat internet gebeuren, weet ik hoe dat mag heten, dat antennetje. Dus ja, daar houden ze stroom vandaan, want deze brug die moet ook versierd worden op wat voor manier dan ook, weet ik veel hoe ze dat willen beleven. Ja. De Mosterdbrug, ja, waar ik dagelijks overheen loop met mijn meisjes. Dus dat dus, en kijk wat een kraaien. Huilen mijn kraaitjes in die boom. Je hoort ze ook wel, denk ik. Maar in ieder geval, het is koud. Ik ga naar huis en ik ga met de meisjes uit. Ja, dan lopen we er weer over. Dus dat dus. Tot later. Ja, zit je? Mooi. Schrijf je wel even de dag als buiten met onze vrienden. Mag dat? Hè? Zit allebei een beetje in beeld. Hè? Ja, we zijn net naar buiten geweest. Mijn wijsvinger en mijn middelvinger doen nog zeer. Ik had geen handschoenen aan, vond ik ook niet nodig, want het is niet echt koud. Maar in ieder geval, wat zeg ik, het was ook droog. Daar was ik ook blij om, want het had wel vanavond geregend. En deze dame was ergens bang van. Ja, van iets wat met de lichtshow van Den Helder heeft te maken. Hé? Ja, wat een dikje. Was je zomaar bang? Ja. Er staat dus in de berm een hele grote ding. Met zwart plastic vanwege de regen. Helemaal omgewonden. Net van dat plastic folie, maar dan zwart. Maar het doet niks. Het staat daar maar te staan. Het zegt niks. Het is stil. Ja, dat vindt zij dus nogal vreemd. Ja, overdag is ze niet zo snel bang, maar 's avonds, helemaal achter vrouwtje en achter Elling schuilen en met een grote boog eromheen willen. Hé? Ja. Maar nergens nodig voor om zo bang te zijn, hè? Nee. Hopie dopie, hè? Hé. Zo lief, hè? Ja. Lekker ding. Maar in ieder geval, wij komen ook jullie wel terug te wensen. Want wij gaan zo meteen lekker slapen. Ik heb nog even wat te drinken staan. Dat drink ik nog even op. Terwijl ik dat doe, zie ik nog even op YouTube. Televisie is al uit. Nou ja, de rest dat is zomaar uit. Afstandsbediening en Google Up. Het is twee knopjes moet ik omhalen. Nou, lekker. Kan ik zit het allemaal doen. En een kruik klaarmaken. Hè? Een kruikje voor mijn voetjes. Ja, want die doen ook zeer. Maar in ieder geval, lieve vrienden, welterusten. En slaap lekker. Met mooie dromen. Morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En ja, jullie weten het. God, die houdt over ons allemaal. Hier over de hele wereld. Houdt hij de wacht. Daarom zeg ik. Graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!